Nog een keer. Ik ben Wessel Simons van Bitcoin Magazine en we zitten hier met Joe Halpe, crypto-investeerder en werkzaam bij Seal. En we zitten met Thomas van der Bijl van Followcoin. Joel, we zitten hier op de dag van de crypto. Wat is tot nu toe je eerste indruk? Ja, heel positief wel. Ik vind het heel leuk. Ik ben ook in Londen geweest. Daar was ik afgelopen woensdag tot en met zaterdag. Daar hadden we ook een groot congres. En ik zie het hier wel heel veel meer aandacht is ook van de gewone man als het ware. In Londen was heel erg gericht op de grotere investeerders. Mm-hmm. En je ziet hier veel meer media aanwezig, veel meer mainstream media. En ook gewoon je buurman kom je hier ook gewoon tegen. Dus dat is heel leuk. Het is helemaal vol. Oké. Thomas, wat is jouw eerste indruk tot nu toe van de dag? Goede indruk, goed bezocht. Inderdaad een goed gemengd publiek. Van eigenlijk de hele wereld eigenlijk wel. Er zijn mensen uit Israël heb ik gesproken, Zuid-Amerika, wat Amerikanen. Dat is wel heel tof om te zien. Dat het wel, naast natuurlijk ook een hoop Nederlanders. Het is wel leuk om te zien. Ja, ik bedoel, de crypto-gekte is in Nederland natuurlijk heel erg toegenomen. Wat merken jullie in je omgeving, zeg maar? Zijn er gewoon steeds meer mensen in je omgeving gaan beleggen in crypto-munten? Ja, absoluut. In mijn omgeving zeer zeker wel. Ja, ik krijg heel veel vragen daarover van mensen en iedereen is er tegenwoordig mee bezig. Ja, en waar gaat het eigenlijk naartoe? We hebben natuurlijk afgelopen week die hoorzitting in de Tweede Kamer gehad. Het ging meer over regulering. Hoe zien jullie dat ontwikkelen? Thomas, jij was ook aanwezig daar. Hoe zie je dat ontwikkelen, zeg maar, het hele reguleringsverhaal? Kijk, dus voornamelijk vanuit bedrijven is er eigenlijk wel een vraag naar regulering. Ze komen er zelf ook mee. Omdat er is momenteel heel veel onduidelijkheid. AFM geeft een advies. ACM zegt wat. De Europese Unie hoor je wat. Maar eigenlijk is er heel veel onduidelijk. En zeker ook vanuit naar mijn eigen perspectief kijkt. Als er meer regulering zou komen en als we dat samen kunnen vormgeven, dan zou Nederland een goede vestingsbodem kunnen zijn voor meer ICO's. En nu heb je eentje in Engeland, nu heb je eentje in Duitsland, in Frankrijk, maar niemand weet, het is heel onzeker. En dat zou mooi zijn als er met hulp van regulering dat onzekerheid weg kan. Daar zitten heel veel bedrijven tegenaan te hikken. Dus jij merkt in je omgeving, er is meer zekerheid juist vanuit de overheid nodig? Meer dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja, ja. Kijk, de AFM heeft nu een adviserend karakter. Ze kwamen ook naar ons toe met voornamelijk de vraag van, zijn jullie een effect? Of een zogenaamde security, zoals de Amerikanen dat noemen. Ja. Verder is het eigenlijk helemaal niks. Verder ben je gewoon een normaal bedrijf. Alleen gaan dan verhalen gaan, ICO's worden geband hier. Hier mag het niet meer. Kijk, als Nederland nou een voorloper zou zijn van, jongens, hier mag het wel. Met deze regels, dan gaat die onduidelijkheid weg. En dat heerst momenteel wel. Even, wat zou jij zelf als, zeg maar, zijnde een mooie voorzet vinden? Hè? Op dit moment is er inderdaad geen regulering. Die derivatenproducten, daar wil men wel een stop op zetten op de duur. Maar ja, cryptomuntenhandel, daar is geen. Kijk, de handel valt moeilijk te reguleren. Je kan beter reguleren bij de bedrijven die het accepteren. De bedrijven die de euro's omwisselen naar crypto. Okay. Maar voor ICO's, als je aan regulering denkt, kijk bijvoorbeeld, het belangrijkste eigenlijk is dat de overheid wil weten wie doet er dan mee. Vanaf waar mag hij meedoen en ja, vanaf welk adres gebruik je dan? Dus zie dat voor je, een whitelisting bijvoorbeeld, van hey, wordt eerst een test gedaan van mag jij meedoen met deze ICO? Waar kom je vandaan? En als dat geaccepteerd wordt, dan is het voor de overheid makkelijk om dat te kunnen controleren. Ja. Ik ben zelf wel heel bang voor, trouwens, ik hoop niet dat het daarheen gaat, maar je ziet nu ook, hoort geluiden van dat je alleen maar van bepaalde bedragen dan nog als geaccrediteerde investeerder als het ware nog maar mag deelnemen. Ja. Dus je moet dan bijvoorbeeld 100.000 per jaar verdienen of je moet een vermogen beschikbaar hebben van 1 miljoen op dit moment. En ik vind dat wel gevaarlijk worden. Ik ben bang dat dan sluit je dus de gewone man uit. En ik denk juist dat je nu met crypto de gewone man erbij betrekt. En dat moet je wel in stand houden. Ja. Dus ik zou echt, ik pleit eigenlijk ook voor dat er een regulering komt op bijvoorbeeld KYC-procedures. Dus dat je gewoon weet waar komt het geld vandaan. Is het geen zwart geld? Maar dat je wel gewoon de gewone man nog laat deelnemen. Anders krijg je gewoon exact weer een soort van monopolie. Ja. En het alleen de grote jongens kunnen spelen. Nee, exact. Ik heb je ook heel veel aan te danken. Ik ben ook gewoon begonnen als de gewone jongen. Ja. Het moet wel toegankelijk blijven. Ja. Dat is het voordeel van zo'n ICO, dat het een soort democratiserend effect heeft. In tegenstelling tot de IPO. Dat je exact, je decentraliseert eigenlijk gewoon dit soort investeermogelijkheden. Ja. Ja, ineens inderdaad ga reguleren op de mens, maar niet op wat hij te besteden heeft. Nee. Houd gewoon van, houd een oude Max, hou een min, maar houd voor iedereen waar het nu voor is. Exact, houd legitiem. Ga het niet gek maken zoals het nu, dat je een licentie nodig hebt, dat je zoveel, vanaf zoveel mag inleggen. Nee, dat is gewoon onzin. Houd open, maar kijk, know your customer,
Kijk wie het doet en hoe die het doet. Dat is gewoon belangrijk. Ik vind het ook heel betuttelend van een overheid eigenlijk. Als ze zeggen van jij mag het wel, jij niet. Weet je? Oké. Wat je ziet, dan gaat het eigenlijk ook over die ICO's. Dat veel ICO's in de pre-ICO-periode al verkocht zijn. Hè? Of hun tokens al. We hebben het gezien bij WePower. Nu ga ik ineens even een stapje maken. Maar dat is wel een trend. Hè? Dus dat je eigenlijk ook als particulier belegger wel weer een beetje achteraan komt te staan. Ja. Met een personal cap, et cetera. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat is. Ik vind het jammer zoals dat nu gaat. Want eigenlijk ga je er met iets mee doen wat eigenlijk al uitverkocht is. Alleen anderzijds, kijk naar een Centra bijvoorbeeld. Dus die hebben het gewoon zelf eigenlijk al heel veel geïnvesteerd. Dus je weet niet wie met wat meedoet. En als je het gewoon open en transparant houdt. Als je ziet, nou, wie zijn de inleggers met hoeveel. En zeg gewoon tegen je investeerders, hey, zo was verkocht in de pre-ICO, dit is nu beschikbaar. Ga niet mee rommelen, want eigenlijk beduvel je gewoon de mensen die geïnteresseerd zijn. Dat is zonde. Zonde van je audience. Nou, WePower heeft best wel wat kritiek gekregen op hun ICO-structuur nu, hè, op dit moment. Kan iets dergelijks wel voorkomen worden, dus door meer openheid te geven, begrijp ik, richting je investeerders. Ja, kijk, dan weet je waar je aan toe bent. Zet gewoon vooraf, wij stellen dit beschikbaar voor onze pre-ICO. Nou, en als je dan snel uitverkocht bent, dat is goed. Als het langer duurt, vernietig dan die tokens die je niet verkocht hebt. Je kan het heel transparant maken, maar niet van, we hebben nu ons ICO, maar we hebben al 80% verkocht. En dan krijg je zo'n hype, dan krijg je die gek, dan denken mensen niet meer na. Dan hebben ze het idee van, shit, ik heb de boot gemist, dus ik moet. Dan houd het me transparanter, dat is voor iedereen beter, denk ik. Oké. Zijn er nog andere manieren om die ICO-markt, zeg maar, volwassener te maken? Wat vind je van de huidige stand van zaken? Ja, ik vind over de huidige stand van zaken vind ik een stukje regulering in de zin van dus zo'n KYC-procedure wel heel goed. Dan kun je ook een beetje zorgen dat het echt allemaal alleen maar legitiem geld blijft. Ja. En ik vind ook het Nederland ook opletten dat we niet achter de feiten aan gaan lopen. Want straks, je ziet al heel veel start-ups die zitten in Gibraltar of Panama of Singapore. Ja. En je moet echt gaan denken, waarom zitten ze daar? Hè? Waarom zitten ze niet gewoon in Amsterdam, in Nederland? Want je wil het natuurlijk ook hier graag houden. Want dat zijn wel de bedrijven waar we in de toekomst op gaan bouwen, denk ik zelf. Ja. Dus kijk wat Singapore daarmee doet en Panama. En probeer het gewoon dat het hier ook aantrekkelijk blijft. Ja, dat is wat Zwitserland bijvoorbeeld nu heel goed doet. Zwitserland is een voorstand. Je ziet dat al die ICO-bedrijven daarin gaan. Ja. Vooraf met onze eigen ICO, waar we eigenlijk naar Engeland gaan. Omdat we dachten dat de regels wetgeving daar beter zouden zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Onze juristen uiteindelijk, doe het gewoon in Nederland. Het is praktisch hetzelfde. Het kan gewoon. Ja. Gaat het dan ook eigenlijk om de strijd om talent? Hè? Want dan gaat het misschien ook wel om dat Nederland moet natuurlijk zorgen. Het klimaat is op zich natuurlijk best positief. Mm-hmm. Maar we willen ook dat blockchain talent allemaal behouden, toch? Exact. Dus dat is natuurlijk de balans die je wil zoeken. Ja, Nederland is eigenlijk een heel fijn land voor ondernemers. Altijd wel geweest, voor zover ik weet. Nu zorg je in die blockchain run, die hype, eigenlijk dat een beetje er in stand houdt wel. Ja. Ja, kijk, de echte goede developers die je nodig hebt, die zijn lastig. Maar die hoeven ook niet per se in Nederland te zitten. Kijk, wat in Nederland, we hebben een vraag en een demand nodig. Daarvoor gewoon goede testers, goede engineers, goede bouwers. En de echte specifieke blockchain mensen, die kan je of inhuren of verkrijgen. Maar wat je zegt, binnen Nederland is daar een hele goede community op. Goede hype, veel ondernemers. En dat heeft Nederland wel en dat helpt wel, denk ik. Ik denk gewoon om geld in de la uiteindelijk. Als hier die bedrijven allemaal zich uitbouwen, hoofdkantoren vestigen, succesvol worden, weet je. Ja, en vergeet niet, als je daar gewoon een kleine vorm van belasting, hoe dan ook, als je het reguleert ophoudt, dat is voor iedereen beter. Ja. Zien jullie, kijk, dit event is echt ook bedoeld om bruggen te bouwen tussen de gevestigde wereld, hè? AFM, DNB en zeg maar corporate finance. En de cryptowereld, zien jullie dat ook gebeuren? Is zeg maar zo'n brug ook wel nodig? Of zijn het toch parallele werelden van, ik denk dat wenselijk is het samen een beetje eruit komt uiteindelijk. Je hebt elkaar toch uiteindelijk nodig. Ja. Ja, de wens is inderdaad. Maar je merkt heel erg, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bank. In de Tweede Kamer werd ook gevraagd van, zou de DNB klaar zijn voor een eigen munt? Maar daar kon ze eigenlijk geen antwoord op geven. Het is meer regels, regulering, proeven. Ze willen het wel, maar eigenlijk weten ze nog niet. Ze weten nog niet wat ze ermee moeten doen. Dat merk je. Maar ze willen wel. Dat is het wel. Alleen op papier is het lastig. Ja, ik vind ook, als ik eerlijk ben, dat ik hoor ook vaak dan wel mensen erover praten, als het ware, die niet echt genoeg... Je proeft niet echt genoeg verstand ervan hebben. En ik probeer ook daar een beetje benaderen dat positief en probeer die blockchain mensen juist te binden. Ja. Dat je daar, dan kunnen we bruggen bouwen, als het ware. En je ziet dat de media vaak ook negatief vreemd of dingetjes met regulatie. Maar als je het allemaal positief houdt, dan komen we ergens. Ja, nee, eens. Helemaal eens. Want een van die Thomas Bolle van Follow the Money gaf, die wil een Europese digitale munt bijvoorbeeld, pleidooi.
community. Is dat iets wat jullie ook zien gebeuren? Of is dat... Ja, in feite is al het geld natuurlijk al zo goed als digitaal. Ja, dus als het eigenlijk naar een soort van crypto-munt gaat, dat zou ook heel goed kunnen. Ja. Waarom niet? Ja, maar hoe vet zou het zijn als je één crypto-munt hebt waar je mee kan stemmen? Ik bedoel, al die papier, al lekker vanuit huis, veilig, wat niet gebruikt is. Stemmen zijn zo geteld. Wat niet gebruikt is, burn je weg. En je hebt geen gezeik, geen papier, geen los, niks. Ja. Ja. En hoe makkelijk is het? Want eigenlijk bestaat de techniek al. Ja. Dus heeft iedereen een munt, klaar. Dus in die zin iets wat in Estland gebeurt met digitale ID bij geboorte. Super. En dat is eigenlijk wat dat betreft een behoorlijke voorsprong. Ja. Oké. Nou, we ronden af zeg maar met een paar trends hè, in de cryptomarkt zelf. Een van de trends is bijvoorbeeld dat je ziet dat currencies samengaan. Monero en Litecoin zouden misschien samengaan. Zie je dat als een dominante trend? Dat meer mergers gaan plaatsvinden? Ja, ik denk dat veel crypto-projecten zich nu ook begint te realiseren. Dat de markt is vrij groot. Er zijn inmiddels iets van kleine 1500 crypto-munten beschikbaar. Gelist, dus misschien ook de beseffen van, nee, we zullen niet allemaal overblijven. Dus het is misschien handig om samen te gaan werken, partnerschappen aan te gaan. Dus zo'n Monero die flirt dan met Litecoin. Dat lijkt me ook wel heel positief. Ja, survival of the fittest inderdaad. Waar mensen, waar vraag naar is, dat blijft over. Wat niet zo goed is van die 1500, dat gaat weg. Ja. Super. Oké. Okay. Hoe kijken jullie? Ik bedoel, januari was niet de meest florissante maand. Het jaar begon heel goed. Zijn. Heel goed. Ja, eerst paar dagen. Eerst paar dagen, ja. Ja. Hoe, ik bedoel... Nou, ik had zelf het idee dan dat Bitcoin rond de $10,000 weer zou stabiliseren. Oh, ja. En dat volgens mij klopt dat nu ook wel aardig. Hè? Ja. Ik heb zelf, er zit ook een wat langere termijn trendlijn. Dus ik heb het idee, rond de $10,000 is weer een leuk instapmoment. Ja. Er zijn wel berries, hè? Berries. Kijk, dat is natuurlijk een enorme hype geweest. New York, futures, dat soort gebeuren. Die lopen af, ja, nee. Mm-hmm. Wat nieuw geld erin is nu een beetje uit, zeggen ze. Maar goed, het stabiliseert inderdaad. Het zal wat zakken, het gaat wat omhoog. Maar alle nieuwkomers die zijn ingestapt, die zijn nog niet echt blij. Hè? Ik bedoel, jullie krijgen dat waarschijnlijk ook in je omgeving van... Er zijn wat mensen geschrokken, want natuurlijk als het opeens de waarde halveert in een paar dagen tijd, dat is nooit fijn. Ja. Maar daar kunnen jullie wel mee omgaan. Ja, ik zou ook tegen nieuwkomers willen zeggen, wij hebben dit denk ik vaker meegemaakt, dus ik zou niet in paniek raken. Mensen noemen Bitcoin vaak een bubbel, maar ik zeg altijd tegen mensen die dat geloven van, noem eens een bedrijf dat 8 keer meer dan 80% van zijn waarde is verloren, maar er nog steeds is. Wat is dan een bubbel? Hè? Ja. Dus het gebeurt, we maken het mee, maar het komt echt goed. En Bitcoin verdwijnt, het gaat nergens heen, het verdwijnt niet. Hè? Over 5 jaar is er nog steeds Bitcoin. Ja. Dat durft man voor het vuur te steken. Ja. Oké. Okay. En waar zien jullie de waarde einde van dit jaar? Ja, het is een beetje Klaas Bolwerk, koffiedik kijken, maar... Ik denk zelf dat we wel richting de $50,000 kunnen gaan met Bitcoin. Oké, dat kun je met droge ogen wel zeggen. Ja, denk ik wel. Ja. En dat is gebaseerd op een aantal verwachtingen? Ja, puur eigenlijk het fundamenteel vertrouw ik heel veel in de Bitcoin voor de lange termijn. Ja. En zo'n exacte waardepeil is nu heel lastig hoor. Maar meer kapitaal gaat er gewoon naartoe. Ja, uiteindelijk. Kijk naar de beurzen, kijk die handelen in Bitcoin. Je hebt het over een Bitcoin, maar eigenlijk is dat ook één van de. Maar iedereen heeft het over Bitcoin. Het blijft, dus eerst als jij zegt van hé, ik zit in een crypto munt, en het is eerst dat iemand denkt. Dus ik ben iets gematigder. Ik denk dat 2025 wel gaat raken. Als stabiel. Misschien gaat het inderdaad naar 50 of wat minder. Of misschien corrigeert het nog wat. Okay. Dat is wel goed gemiddeld dus. Ja. En zijn jullie meer, hoe zijn jullie te omschrijven als traders? Kijken jullie bijvoorbeeld, hè, de een kijkt veel naar platformen, de ander kijkt meer naar de currencies. Of juist de een zit weer bij Ether Delta de kleine muntjes op te diepen? Ja, eigenlijk probeer ik van alles wat te doen. Kleine munten, grote munten. Ik kijk voornamelijk naar het praktische nut. Van, is het echt nodig? Je kan iets bedenken voor aliens, maar die zijn er niet. Misschien wel, misschien niet. Aliens ook. Maar een 10x, een creditcard, dat is gewoon handig. Ja. Maar goed, ook kleine munten. Verspreid het. Ga niet vol op één zitten. En ook qua portfolio management als het ware. Dan in wat kleinere munt stop je ook wat minder geld in. Dat kan ook qua liquiditeit ook niet. Er is gewoon niet genoeg markt voor om het dan weer te kopen of kwijt te raken. Dus daar moet je ook een beetje strategische keuzes in maken. Vaak die platformen worden vaak wat groter. Daar kan je zoals zo'n NIO, daar kan je wat meer in investeren. Ja. En zo'n munt die net aankomt, daar doe je dan wat minder in. Want daar verwacht jij veel van NIO, toch? Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk er is al heel veel over verteld, natuurlijk de Chinese Ethereum als het ware. Maar die gaan gewoon dit jaar heel veel ICO's lanceren op het NIO-platform. Ja.
Okay. Die zijn wel echt heel goed bezig, ja. Denk ik dan zelf. Ja, en dan een leuke aanvulling. Voor NIO heb je ook gas nodig. Dus vergeet gas ook niet. Dat is een beetje de brandstof om dingen met NIO te doen, zeg maar. Oké, dus eigenlijk infra en gas. Ja, zo moet je het zien. Dat zijn de stijgers. Wat die was misschien ook leuks voor de kijkers. Die weten misschien, als je die NIO's in je eigen wallet bewaart. Neon wallet bijvoorbeeld. Dan kan je ook gewoon op een ledger zetten, bijvoorbeeld, zo'n hardware wallet. Dan kan je dus die gas automatisch genereren. Ja. Die krijg je erbij als een soort van steekje dan. Ja, klopt. Oké, hoe werkt dat precies? Je zet hem op je nano ledger? Ja, dus je zet gewoon je eigen portemonnee, zet je NIO's. En als je daar gewoon stil laat staan, genereer je gewoon elke 10 minuten komt gewoon gas erbij. Dat loopt gewoon automatisch op, dat bouw jij op. Okay. Als een soort van beloning, een reward. En die heb je ook weer nodig om transactiefees mee te kofferen. En dat gebeurt niet als je hem op de exchange laat staan? Sommige exchanges doen het wel. Binance. Maar sommige ook weer niet. Kijk het even per exchange na. Het staat er wel bij. Okay. Ten slotte, misschien hebben jullie nog een klein muntje wat jullie als tip... Het mag ook een ICO zijn... Buiten Seal dan? Dat ook. Ja, ik ben zelf eens met Seal bezig. Het is wel echt gewoon iets waar ik zelf ook in geloof. Anders doe ik natuurlijk niet daar mee. Nee. Dat wil ik toch wel even noemen dan, als het kan. Ja. Bij deze. Ja, misschien kort even wat Seal wij doen. Doet. Ja, Seal is wij willen echt de Google voor authenticiteit worden van producten. Dus op ons platform kan je controleren of een product echt is. Dat kan je gewoon scannen met jouw smartphone. Okay. We gaan ons richten op de luxe merkproducten. En die kan je dan ook claimen op de blockchain, dat je het eigendom registreert. En dan behoud je jouw product ook heel veel waarde voor de tweedehandsmarkt. Als je hem dan weer verkoopt, dan kan iemand controleren dat het een echt product is. Oké, sounds good. Ik zou zeggen, Fanchain. Verder ben ik voor Followcoin. We brengen influencers, dus mensen die gevolgd hebben met nieuwe mensen, brengen we samen. Ja. En we proberen daar een transparantie in. Je ziet wel eens iemand op feestje zegt, ja, ik heb 20.000 euro winst gemaakt met NIO. Verder ben je iets van, oké, laat maar zien. Wat is je entry en waar ben je eruit gegaan? Vooral dat laatste, dat hoor je vaak nooit. Want wij willen met onze influencers transparantie creëren van, oké, hij is er hierin gegaan en daar eruit. En soms sluit iemands advies op 100% winst of verlies. Stel, we hadden nog 3 laag staan, dan had het 300% kunnen zijn. Dat kan ook. Alleen wij proberen dat wat meer toe te lichten. Dat het hoe iemand denkt, wanneer goed is, hoe kan je instappen. Dus bijvoorbeeld Joël is een influencer, hè, als trader. Hij zou bij jullie aangesloten zijn en dan kan hij volle coins verdienen. Hoe werkt dat? Of? Ja, het is nu echt een informatieplatform. Ja, ja. En straks krijg je ook een functie dat je mensen kan volgen. En stel, hij geeft een goed advies, dan krijgt hij ook een kickback over de mensen die hem weer volgen. Maar dan moet hij het alleen goed doen. En dan moet hij niet gaan pumpen of gaan dumpen. Of... Nee, een soort van gesocialiseerd trader als het ware. Je volgt dan iemand die dat goed aanpakt. Exact. En, op zich zou dat wel. Je geeft nu vaak gratis tips, hè? Dus misschien kun je ze al wel bijverdienen. Dan van de samenwerking Joel Pay for Locoin bij deze dan. Goed plan. Ja, is goed. Oké. Nou, heel erg bedankt voor de toelichting. En nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Bedankt. Oké.